die stoel blijft toch wel echt goed. Oh. Hallo jongens, mijn naam is Digital Toaster en welkom bij een unboxing slash review. Ja Max, verpest het maar. Oké, vandaag is het Blackmagic Intensity Pro. Mensen dat die kennen, ik zal er even korte uitleg geven voordat we Max... Hey, hij is weer een betant aan het doen, net als ik wil opnemen. Voordat we gaan unboxen en gaan installeren en gebruiken en zo. Sorry, ik heb nog altijd last van valling. Maar de Blackmagic Intensity Pro is een soort capture card. Geen externe capture card, maar een interne capture card. Een interne capture card leg je in je PC op een PCI slot. En wat is er nu speciaal aan deze? Deze zorgt ervoor dat je geen vertraging hebt. Dus voor de mensen die streamen, hun console streamen, je weet dat er een delay op zit met het beeld dat je op je PC krijgt om te streamen en hetgeen dat het echt gebeurt. Bij dit niet, dus in principe zou je met dit eigenlijk gewoon vanaf je PC gewoon rechtstreeks op je console kunnen spelen, omdat hier niks van vertraging op zit. Deze apparaat zorgt er ook voor met de hoogste bitrate, dus een gigantisch hoge bitrate, waardoor dat je enorme goede kwaliteit gaat hebben en zeker een van de beste kwaliteit gaat hebben voor het opnemen van consoles of een camera gaat ook zoals je hier ziet. Dat je gewoon kunt aanhangen. Het kan een HDMI eraan hebben en het heeft ook een breakout cable. Een breakout cable heeft verschillende ingangen, component, composite, S-video. Dus in principe kunnen daar een oude PlayStation ook gaan aanhangen of andere opnameapparaten gaan aanhangen, wat dat jij maar wilt. Je kunt dus veel verschillende dingen eraan hangen, maar HDMI zal het beste zijn voor de beste kwaliteit natuurlijk, zoals het is. Een nadeel van deze is, het heeft geen aparte chip op de kaart, dus het verbruikt wat van je CPU, maar om het beeld te verwerken, om het zorgen dat je het op je PC hebt in high quality, maar als je sterke CPU hebt, zul je daar geen last van hebben, normaal gezien, bij het spelen van andere games. Als je niet zo sterk CPU hebt en je wilt toch zo'n kaartje hebben, een intern kaartje, kun je de Avermedia Game Capture Live HD nemen ofzo. Die heeft een chip op zijn op het kaartje die daar zelf werkt voor zijn beeldverwerking. Wij gaan het nu eens open doen en zien wat het erin zit. Dus hier hebben we de doos, de Intensity Pro. Ik ga even mijn mes nemen om het eruit te halen. Zien dat ik het niet te hard kapot doe ofzo. Ja, ik moet hier wel tussen geraken, valassen. Zo is het volgens mij wel open. Het heeft verschillende compartimenten om het open te doen. We gaan eerst deze even nemen. Oké, wat is dit allemaal? Deze zetten we even aan de kant. We hebben eerst en vooral een CD, een Blackmagic CD. Deze zal met de software zijn. Ik ga die niet gebruiken. Ik download gewoon de nieuwste versie van de software meteen online. Dan hebben we deze kabel, zal voor S-video zijn, vermoed ik. Die kunnen dan aansluiten op deze breakout cable. Je ziet, breakout cable, dat sluit daar zo op aan en je hebt veel verschillende uitgangen. Het is ook allemaal gelabeld wat dat is, RI-out, RBI-out. Dan hebben we hier aan de andere kant nog I-in, audio-in, left. Dus je kunt eigenlijk gewoon uw beeld ook via deze kabel uitbrengen naar een tv als je geen HDMI op je tv hebt ofzo. Maar ook inbrengen, dus je hebt allemaal verschillende dingen. Als jij components wilt aansluiten daarop aan, dan moeten de in-tags, de in-kabels daarvoor nemen en aansluiten. En deze gewoon meteen van achter aanbrengen. En dan kun jij eigenlijk ook nog gewoon HDMI out nemen, aangezien dat deze dan als in werkt en dan een van de HDMI slots als out werken. Dan gaan we het PS-kaartje zelf. Zoals ik al zei, sluit het aan op een PCI Express slot. We gaan even zoeken. Het open snijden. Het zit natuurlijk in een anti-static zakje. Oké. Even eruit nemen dan. Zolang als we het goed vasthouden, kan het niet echt kwaad voor static. Voilà. Dit is het kaartje. Zien dat ik het goed hou. Dus je ziet hier de in- en uitgangen. Je hebt hier HDMI, twee HDMI en component. Ik weet niet welke dat in- en uit is, maar er is een aansluitingsschema hier zo van achter op de doos. Dus je weet wat dat in- en uit is. En online vind je ook wel een aansluitingsschema ervoor. Deze zorgt ervoor, deze zet je dus op een PCI-slot op je computer.
Dit is dan de breakout cable dat wordt aangesloten. En dan werkt het perfect bij de live. Amai, de AVerMedia Live Capture HD. Is er dan nog een grote chip hierop die dat zorgt voor de beeldverwerking. Maar deze gebruikt dus de kracht van uw CPU voor beeldverwerking. Wat heb ik er dan nog ook bij gekocht? Hier een 5 meter lange kabel mini HDMI naar HDMI. Waarom mini HDMI naar HDMI? Dat zorgt eigenlijk dat dus voor de mensen dat soms voor mij wat video's zien. Ik film sommige dingen met mijn camera met deze Canon EOS M. En die heeft een mini HDMI uitgang. Dus ik kan in principe dus live zonder enige lag bij streamen of zo een tweede camera op aansluiten. Aangezien dat deze dan mijn mini HDMI naar dat apparaat gaat. En dan zie ik het beeld op mijn computer. Dus dan heb ik mijn webcam als opnames of deze camera als opnames. En dan kun je eigenlijk perfect beeld van een high quality camera op je computer hebben. Zonder enige delay of enige andere dingen. Want dit is eigenlijk wel een professioneel apparaat gebruikt door professionele bedrijven. Voor die daar episodes opnemen of zo. En meteen de beelden rechtstreeks op uw computer willen hebben. Het positieve aan dit is dat het ook rechtstreeks bruikbaar is in programma's zoals Sony Vegas, Adobe Premiere, Adobe After Effects. Om rechtstreeks uw beelden live te importeren, live op te nemen via die programma's. Het wordt daarmee ondersteund. Dat is wel echt goed als jij een videobewerker bent en je wilt live opnemen rechtstreeks in uw programma. Jij wilt geen apart programma om uw opnames te gaan maken en dan te exporteren daar en dan te importeren in uw editprogramma. Kun je met dit dus rechtstreeks opnemen in uw bewerkingsprogramma en direct uw beelden live gaan bewerken. Wij gaan het nu aansluiten in de computer. Voilà, Sam. Deze is mijn computer open en hier kan ik dus mijn kaart nog op aansluiten. En dat is dus wat ik nu ook ga doen. Ik pak het kaartje. Zorg dat er een plek vrij is natuurlijk. En dan zoeken we waar dat in kan. Zo, een beetje recht plaatsen. Even kijken hoe dat past. Oeh. Die nek er natuurlijk al insteekt. Zo, en dan deze. Deze naar binnen. En dan duwen dat het goed vast zit. En dan met een vijsje deze kaartje nog vastplaatsen. Vlasse, ik heb even moeten zoeken, maar ik heb een vijsje gevonden dat er normaal gezien wel op past. We gaan er even met onze vingers op plaatsen. Klaar volgens mij. Het zit vast en diep genoeg. We gaan eens even kijken hoe dat er langs achter uitziet. Hier zien we het, de HDMI en de breakout cable wel ondersteboven blijkbaar. Maar ik kan het er natuurlijk anders niet inzetten. Maar het kan niet echt veel kwaad dat het ondersteboven is, zolang dat maar aangesloten is. Nu gaan we beginnen met de software op de PC te installeren. Dus wat wij gaan doen is naar de pagina van Blackmagic nu gaan, naar de support pagina Capture and Playback. En dan de PCI, want we hebben natuurlijk een PCI kaart en we gaan dan de laatste drivers downloaden. Voilà, we hebben de software, die gaan we nu even installeren zo. Rechtstreeks gewoon vanuit de winnaar meteen zo, next, accept. Alle dingen accepten, je kunt dat wel gewoon installeren en dan zijn we zo meteen terug als het klaar is. Oké, jongens, dus we zijn nu in OBS en jullie zien de Xbox hier zonder enig delay, jullie zien mij klikken. Dus in principe kun jij zo perfect spelen vanaf OBS zelf. Alleen gaat OBS natuurlijk wel in zijn spelen niet de beste kwaliteit, FPS weergeven. Zo, natuurlijk wel als je gaat streamen en zo, dat wel. Maar ik bedoel, de speler zelf van OBS is niet al te goed. Daarvoor kun je misschien de software gebruiken van de Intensity Pro zelf. Alhoewel dat ze daar geen audio bij mee afspelen. Geen idee waarom. Maar die speelt dus geen audio bij. Maar het werkt dus perfect. Je kunt live spelen, dus, zoals ik al zei. Er zit geen delay op. Dus je kunt perfect zo spelen. Het probleem was als ik vroeger streamde op mijn Xbox met een HDPV. Daar zit op 3 seconden delay op of zo. En dat was dus vervelend om te streamen vanaf een console. Nu gaat het dus perfect zonder enige delay. En het is gewoon zalig. Ik kan ook mijn camera eraan hangen. Mijn oude original Xbox eraan hangen.
en verdere. Oké, jongens, dat was dus mijn unboxing en review ongeveer van de Intensity Pro. Wil je nog een uitgebreide review? Laat het dan weten. Wil je ook een review van mijn DX Racer Gaming Challenger? Laat dan ook weten of het zijn geld waard is of niet. En ik heb ook nu mijn original exhaust te zien naar deze Silver Edition. Die heb ik al verschrikkelijk lang. Die is gemot nu ook voor alle games er gewoon op te kunnen hebben. Mijn LEDs zijn er ook. Wil je dat je daar ook een video van maakt? Laat dan ook weten in de comments. En bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk zeker niet te liken, te commenten en te abonneren als je nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie volgende keer.